Hallo en goed dat je weer kijkt naar weer een nieuwe video. Mijn naam is meneer Ruitenberg en vandaag staan we stil bij vermogen en energie. Dit uh, is onderdeel van hoofdstuk 1, paragraaf 3 uh, van de MAVO, maar ook voor TLGL-leerlingen. De doelen van de vorige keer waren deze drie en ik heb ze even proberen te uh, samenvatten in de volgende vragen. Dus dan mag je even nadenken of je de antwoorden weet op deze vragen. Dus welke kleur had de fasedraad? De Fasendraad is onderdeel van de huisinstallatie. Een van de draden die er loopt. Welke kleur had hij? Het juiste antwoord is bruin. Welke spanning staat er op de schakeldraad? Dit is een instinker, want de schakeldraad zit tussen, het tussen de schakelaar en de lamp. En er staat soms 0 volt op en soms 230 volt. Dat ligt er maar net aan of de schakelaar open of gesloten is. Wanneer spreek je over kortsluiting? Dat is wanneer de fase en de nuldraad elkaar direct raken. De bruine en de blauwe draad die zitten direct met elkaar in verbinding. En dan bedoel ik mee: het koper raakt elkaar. En wat is overbelasting? Dat zijn te veel apparaten op één groep. En dan gaat de zekering. Die, uh, die houdt het in de gaten. Die ziet dat de stroomsterkte te groot wordt. Schakelt hij zichzelf uit en dan wordt het uh, donker. Moet je wat apparaten loshalen en dan kan je hem wel weer opnieuw erop zetten. Kunnen we wel gebruiken. Dit zijn de doelen voor vandaag. Ietsje meer. Er uh, zitten ook wat uh, formules en zo in, maar dat komt allemaal wel goed. Ik We begon met dit plaatje in deze uh, titelpagina. Misschien wil je het wel een keer zien. Dan kun je even kijken naar, uh, naar dit filmpje. Dit is wanneer ze zo'n uh, hoogspanningsmast, die is natuurlijk, er zitten ook schakelaars in, want ja, die moet je ook uit en aan kunnen zetten op het moment dat dat nodig is. Um, en dan gebeurt er het volgende. Dus daar kun je even naar kijken. Dus op een gegeven moment als de ruimte groot genoeg wordt, dan uh, ja, houdt het ware de vonk over op met springen. En dan, uh, dan is de schakelaar open en dan is de ja, spanning eraf. Oké, okay. vandaag gaan we het dus hebben over onder andere vermogen. Wat je net zag, dat ging over heel veel vermogen. Die moeten heel veel vermogen verplaatsen eigenlijk. Maar je kunt bij apparaten ook praten over vermogen. En dan gaat het over de hoeveelheid energie, hoeveelheid energie die ze per seconde... Gebruikt wordt. Of die ze per seconde nodig hebben. Je ziet al ook al een plaatje van een lamp. Nou, lampen over het algemeen hebben die een laag vermogen. En we mogen vast even een beetje, gaan, uh, nou, een beetje gaan gokken nadenken. Dus uh, zo'n wekkerradio. Nou, er zit uh, een simpel display op. Denk jullie dat die veel energie nodig heeft per seconde of weinig? Het juiste antwoord is dat die er weinig energie nodig heeft. Zo'n apparaat is maar 2 watt en vaak werkt hij ook op batterijen. Het feit dat als iets op batterijen werkt, zegt eigenlijk al: ja, die heeft niet zo'n heel groot vermogen, want dan zouden de batterijen veel te snel opraken. Klein vermogen, dus weinig energie per seconde, dus die kan het ook heel lang uithouden. Een biolampje. Een LED-lamp. LED-lampen hebben ook een klein vermogen. Vroeger waren de lampen gebruikt tot meer energie per seconde, maar tegenwoordig zijn ze best wel zuinig. 3 watt. Als die aanstaat. Wat dan precies is, die wat en zo, daar komen we zo wel bij. Maar dat is dus de eenheid, dat zie je er al achter staan. Uh, dan een uh, haardroger die ook uh, warmte, warme lucht uitblaast. Die hoort bij het groot vermogen. Hoe groot? Nou, wel 2000 watt. Dus dat is heel veel meer, en dat is met name omdat hij de lucht ook verwarmt. Dus er zit een ventilator in, die zorgt ervoor dat de lucht in beweging komt. En het is ook een verwarmingselementje en die trekt met name, ja, die heeft er een groot vermogen nodig. Dan hebben we hebben nog hier een koffiezetapparaat. Die hoort ook bij het groot vermogen. En dat is natuurlijk op het moment dat die daadwerkelijk de koffie gaat maken. Dan moet de water verwarmd worden en dan zal die dit grote vermogen hebben. Als je hem de rest van de dag allemaal uit hebt staan, dan, dan zou je misschien denken, ja, maar dan heeft hij toch helemaal niet zo groot vermogen. Nou, dan gaat het over energieverbruik en daar komen we later op. Dus eerst gaat het erom, nou, wat heeft een apparaat nodig als die aanstaat? Nou, Dat is zijn vermogen. En straks komen we op nog een ander begrip wat ook belangrijk is. Oké, okay, dus die hebben we nu allemaal gehad. Je hebt het woord vermogen nu een paar keer gehoord. Dus dat is uh, eigenlijk de derde grootheid in dit hoofdstuk. Dus paragraaf 1 had het over stroomsterkte, toen over spanning. En nu komt vermogen erbij. En die hebben alle drie ook met elkaar te maken, dat zul je ook zien. Vermogen korten ze af met de hoofdletter P van power. En de eenheden, dat is een beetje verwarrend, want die worden wisselend gebruikt. En soms zeg maar, gebruiken ze het setje kilowatt met alle eenheden die hier nog onderkomen. En soms gebruiken ze juist de watt. Het zijn natuurlijk uh, eigenlijk dezelfde eenheden, alleen hier staat kilo voor. Dat betekent 1 kilowatt is gelijk aan, nou zou je moeten weten hoeveel watt is dat gelijk aan 1000 Watt. Net als dat 1 kilometer gelijk is aan 1000 meter. En die kun je ook afkorten, dat deed ik hier al, in de letters. Let goed op hoofdletters en kleine letters. Dus de K is bijvoorbeeld klein en al de andere letters die zijn nog hoofdletters. Dit kan je invullen. Als het goed is heb je de tabel al van de vorige lessen. Dan hoef je er alleen maar eentje aan toe te voegen. En dan kunnen we door met een ezelsbruggetje. Ik heb AI laat gevraagd om voor mij een blaadje te genereren omdat ik denk dat dit misschien jou helpt om letters aan elkaar te kunnen koppelen. Want soms zie je misschien staan van de. Ja, de. Staat er in een vraag van iets is uh, 5 ampère. En ik denk je, ja, wat, wat is er nou een spanning of stroomsterkte? Of welke letter hoort er nou bij? Nou, deze manier kun je de letters allemaal bij elkaar houden. Bijvoorbeeld de ezel, die zegt uh, natuurlijk. IA, ja, want het is een ezel. Dus de INA, die hoort bij elkaar. Hij zit in het zonlicht. En er schijnt ook UV-licht op hem. Dus vanaf de zon komt niet alleen zichtbaar licht, maar ook UV-licht, waardoor je bruin kunt worden of verbranden. Dus dat schijnt ook op hem. De U en de V horen ook bij elkaar. En de ezel is een toets aan het maken. Een proefwerk. De P en de W horen ook bij elkaar. Kijk even terug naar de tabel. Dus hier zie je de I en daarbij hoort bij de A van IA, dat zegt de ezel. Hij zit in de zon, oftewel UV-licht valt op hem. En als laatste, hij maakt zijn proefwerk. Dus dat is de P en de W. Op die manier is het denk ik makkelijk om, ja, om dit te onthouden. En dan hoef je ook niet voor elk wisselwasje in je binas te gaan zitten zoeken. Want daar heb je vaak de tijd niet voor. En dit is echt de basis, dus dat is handig als je dat gewoon weet. Dat zal je helpen bij het maken van vragen. Goed, je kan het vermogen ook berekenen. Want ja, ze kunnen wel zeggen dat het koffiezetapparaat 1500 watt nodig heeft. Of een haardroger 2000. Maar hoe, hoe weten ze dat nou? Nou, dat kan je best uh, redelijk simpel berekenen of meten. Je moet de spanning meten die erop staat. Als je het hebt over een stopcontact, dat is het vaak 230 volt. En dan kun je nog met je amperemeter of stroommeter, die worden, die worden door elkaar ingebruikt, kan je de stroomsterkte meten. En als je die twee waarden keer elkaar doet, dus bijvoorbeeld 230 volt, doe je keer de stroomsterkte van, nou, wat zullen we eens doen, 1 ampère. Dan heb ik uiteindelijk dat apparaat heeft een vermogen van 230 watt. 230 keer 1 is 230 watt. Nou, als de stroomsterkte groter wordt, dan heeft hij dus ook een groter vermogen. Er gaat meer stroom naartoe. Hij heeft ook meer energie per seconde nodig. Het wordt nu 460 watt. Maar dit is best wel veel werk om het helemaal op te schrijven, zo'n formule. Dus dat doen we in afkortingen. Dus we hebben de p voor vermogen, de u voor spanning en de i voor stroomsterkte. p is u keer i. Als je meeschrijft, dan mag je voor mij, hoef je eigenlijk alleen maar die op te schrijven. p is u keer i. En die moeten we ook kunnen gaan ombouwen. En wat bedoel ik met ombouwen? Nou, soms wil je het vermogen uitrekenen. Maar soms heb je, heb je juist het vermogen. Dus het vermogen is dan gegeven. En bijvoorbeeld stroomsterkte is gegeven. En dan moet je de spanning uitrekenen. Dan moet je de formule voor herschrijven. Dan moet je de letters op andere plekken zien te krijgen. En daar kunnen jullie het volgende trucje voor gebruiken. Dat is de Belgische driehoek. Die heeft altijd deze vorm. Daar zit een deelstreep in verstopt. Dat is deze lijn, dat is als het ware de deelstreep. En er zit een keer, een vermenigvuldigingssymbool in. Dat is altijd natuurlijk dus een keer. Wat je gaat doen, is je kijkt eerst naar hetgeen achter het is-teken. En dan ga je die letters de juiste plek geven in de driehoek. In dit geval staat er u keer i, dus die kan je onderin neerzetten. Want dan klopt de vorm zoals die in eerste instantie is. Dan heb je altijd nog één vakje over, daar zet je dan de letter voor het is-teken in. En nu kun je het volgende doen. Je houdt je duim op de letter die je wilt uitrekenen. In dit geval wilden we spanning uitrekenen. Dus dan houden we de duim. Het, de, je vinger hou je even op de U. En dan zie je de berekening verschijnen. Wat je overhoudt, is P. En dan is het gedeeld door I. Dat is wat je overhoudt. Kan je ook uh, bewijzen. We hadden net dat sommetje met 400, 460 is gelijk aan 230 keer 2, dat sommetje hadden we net, nou stel we weten deze niet, we willen die uitrekenen dat is het vraagteken, u is het vraagteken, wat moet ik dus doen? Dan moet ik p delen door i, dat is 460 gedeeld door 2 en dan komt het inderdaad 230 uit, dus zo werkt dat, en als je de i wil uitrekenen zeg je gewoon je vinger op de i en dan weet je hoe je die uit moet rekenen, dat is dan p gedeeld door u, als we dat hetzelfde sommetje doen, dus als je i wil uitrekenen oh, dat is een hele rare i als je I wil uitrekenen, moet je P gedeeld door U doen. En dat is dus 460 gedeeld door 230. En er komt inderdaad weer die 2 ampère uit. Dus zo werkt dat met formules ombouwen. Dan gaan we nu een oefensommetje doen. Ik hoef het niet eens weg te rummen. Een oefensommetje. We hebben een laserlampje, een groene laser. Um, en daar zitten twee AA-batterijtjes in, allebei 1,5 volt, die tellen we bij elkaar op. Dus de totale spanning op dat uh, apparaatje is 3 volt. En um, je kunt even de stroomsterkte meten, of het staat erop misschien. Uh, en dat is 150 mA. Kun je nu het vermogen berekenen? Gaat je dat lukken? Nou, ik ga nu het antwoord geven. Het is altijd goed om het zelf te proberen, dus je kunt hem op pauze zetten. Uh, de formule die je gaat gebruiken hiervoor is natuurlijk P is U keer I. We hoeven hem niet te herschrijven. Maar wat we wel moeten doen is die 150 mA omrekenen naar de standaard eenheden. In de tabel staan de standaard eenheden. Gaan we even terug. T -t 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 -t. Hier, hier staan de standaard eenheden. Zo. ampère, volt en wat is hier dik gedrukt. Dat is Eigenlijk de standaard eenheid een beetje verwarrend. Maar ik kan er niet zoveel aan doen. Het boek gaat er net zo hard in mee, eigenlijk. Omdat het een beetje raar om niet te doen. Dus dit zijn de standaard-eenheden. Oké, okay, dus uh, die milliampère, die moet ik even uh, omrekenen. Dus dit wordt. Nou, kan ik hier zo even doen. Dus ik kan de stroomsterkte even omrekenen. 150 milliampère is gelijk aan puntje, puntje ampere. Oké, okay. dan kan je dat ezelsbruggetje gebruiken. Hè, van kan het dametje met de centimeter meten? Als je dat doet, dan kom je erachter dat. Deze helemaal rechts zit. En dat je 1, 2, 3 stapjes naar links moet in die zin. Als je die vergeten bent, kun je gewoon de vorige video bekijken. En dan staat het duidelijk uitgelegd. Dus 3 stapjes terug. En naar links betekent delen in die zin. Dus dan moet je 3 keer delen door 10. Dat is hetzelfde als delen door 1000. En dan komt eruit 0,15 ampère. Oké, okay, dat kan ik gebruiken. Dat doe ik 3 keer 0,15. Oeh, en dan uh, heb ik mijn antwoord. Even kijken, dat is dan 0,45. En welke eenheid hoort erachter? Ik heb het vermogen uitgerekend. Ja, hij was zijn proefwerk aan het maken, die ezel. Dus daar hoort een W achter. Als je even pauze wilt nemen, kan dat. Dit was ongeveer precies de helft van de les. We gaan gelijk door. Dit zijn wat vragen die je had kunnen maken. Uh, nu weten we hoeveel energie een apparaat per seconde gebruikt. Daar hebben we het het over gehad over het vermogen. Hoeveel energie heeft hij per seconde nodig? Nou, nu we dat weten, kun je ook dag, week, maand of jaarverbruik uitrekenen. En daar gebruiken we nog weer een andere formule voor. Het is best logisch. Je zult het wel zien. Het energieverbruik, dus wat hij totaal nodig heeft, dat kun je uitrekenen door het vermogen keer de tijd te doen. Afgekort kan namelijk ook is het E is P keer T. Dit is de formule. Soms kun je deze ook in je tabel gaan toevoegen. En nou, stel we hadden net een vermogen hè, bij de laatste som. Dat was 0,45. Dat is wat die per seconde nodig heeft. Oh, dit is geen 5, dit is 2. Dat is wat die per seconde nodig heeft. En als we dat dan bijvoorbeeld keer een tijd van 2 seconden doen. Nou, we beginnen even makkelijk. Dan zitten we op 0,90. Dus dit heeft hij elke seconde nodig. Als die 2 seconden... Staat dan heeft hij 0,90 en dan komt dan de eenheid Joule gebruikt. Dat komt soms allemaal in een tabel. En hoe langer die aanstaat, dus bijvoorbeeld 4 seconden, dan wordt het 1,80, wordt het steeds meer. Ik denk dat dat logisch is. Kun je hem nu toevoegen aan je tabel? Dus energieverbruik kort je af met een E en dan kun je de eenheid, eenheden bij gebruiken of kilowattuur of Joule. En die kort je af op de volgende manieren. En ook tijd staat erin. En ik heb het straks al gezegd, dus af en toe gebruik je dit setje. Iets met kilowattuur kilo, kilowatt, kilowatt en uur. Die mag je alle drie gebruiken. Of je gebruikt het rijtje wat hier staat. Dus dan moet je zorgen dat je de tijd in seconden opschrijft. Het vermogen in watt. En dan krijg je als je het uitrekent de eenheid joule. Het is best complex. Maar daar moet je gewoon even rustig mee gaan werken. Daar heb ik een voorbeeldsommetje van. Dus dat doen we zo. Um, je kunt hem op pauze zetten als het te snel gaat. Met welk apparaat meet je het energieverbruik in huis? Dit hebben we ook behandeld vorige les. Maar dat komt in deze paragraaf nog een keer terug. Dat is dit apparaat. En welke naam had hij ook weer? Dat is de kilowattuurmeter. Hé, hey, dat is handig. Dan komt datzelfde, diezelfde eenheid waar we net over hadden. Die komt weer terug. Dat is kilowattuur. Nee, dat is het energieverbruik dus. Hè? Energieverbruik, dat heeft de eenheid kilowattuur. Oh, kilowattuur, daarom. Hij meet dus hoeveel energie hij gebruikt. Hij houdt gewoon elke keer bij wat is het vermogen nu en hoeveel seconden gebruik je dat? En als dat verandert, dan past hij het vermogen aan en dan tikken de secondes gewoon door. En uiteindelijk heeft hij je jaar uh, heeft hij je jaarverbruik. Dit heb ik al gezegd. We hebben nu een oefensom. Oefensommetje: Fiona gaat s'avonds haar telefoon opladen. Zoals de meeste van jullie waarschijnlijk doen. De lader heeft een vermogen van 0,015 kilowatt. Oké? Okay. Dat is een logische waarde. Het duurt twee uur voordat de telefoon is opgeladen. Ik denk dat dat ook normaal is. Wat is in deze twee uur het energieverbruik van de adapter? Probeer eerst die eens op te lossen. Gaat het nou weer makkelijk? kun je gelijk door naar twee. Er komt nu het antwoord van één. Je kunt het altijd goed om eerst wat gegevens op te schrijven. Dus je hebt het in deze tekst kun je halen. Bijvoorbeeld het vermogen. Dat is 0,015 kW kilowatt. En de tijd die staat in uren. Nou, we konden dat ene setje gebruiken. Het setje van kilowatt en uur. En dan krijgen we uiteindelijk het antwoord in kilowattuur. Nou, deze twee staan allebei in dat rijtje. Dus dat kunnen we nu gewoon doen. We hoeven dat op zich niet om te rekenen. Zolang ze maar bij dat setje horen. Wat wordt er gevraagd? Dus GG Fire, Dat is een afkorting. Ik weet niet of ik die online al een keer heb gezegd tegen jullie. Maar als je een moeilijke vraag oplost, gebruiken we de volgende. De methode daarvoor, ggfire. gg van Good Game en fire, omdat dat ook met gamen te maken heeft. Uh, ik verwacht dat dat daarin zit. Dus wat is de, zijn de gegevens? Wat wordt er gevraagd? Welke formule hoort daarbij? Nou, de formule is is t. Dan ga je hem invullen. Dus dan doe je 0,015 op de plek van de p en op de plek van de t vul je het getal 2 in. En dan komt je resultaat plus de eenheid. Dus het antwoord op vraag 1 wordt dan uh, 0,030. Kilowattuur. Zo kun je zo'n vraag oplossen. En in dit geval zeggen ze dat de prijs is 67 cent. Die prijs fluctueert. Het verschilt per sommige mensen per dag. En ligt er wat voor contract je ook hebt afgesloten. Maar om dat dan uit te rekenen, ja, dit is wat er gebruikt is. Dus per kilowattuur, dus als je er één hele kilowattuur nodig had gehad, dan was het 67 cent. We zitten nu ja op veel minder dan een kilowattuur, dus het is ook een veel kleiner bedrag dan dit. Dat is een soort schatten wat je al kunt doen. Dat is een rekenvaardigheid. Hoe je dat uitrekent is gewoon: dit getal keer de prijs. Als dus je doet 0,030, keer de prijs. En dan zie je dat het 2 eurocent heeft gekost. Dat is best goedkoop. Maar er zijn ook apparaten die juist heel veel uh, nodig hebben en dat ze ook gelijk een stuk duurder zijn. Dus dat verschilt. Maar een telefoonablade is niet zo duur. De prijs van elektrische energie, ik zei het net al, die fluctueert een beetje. In het boek gaan ze uit van 23 cent per kilowattuur, maar die 0,67, ja, die is het ook wel eens geweest. En de huidige prijs, het maken van deze video is 32 cent. Maar het boek gaat uit van 23 cent per kilowattuur. Dus uh, stel je nou voor een gemiddeld gezin die heeft per jaar nodig 4.200 kilowattuur. Hoe reken je uit wat die dan moet betalen? Dan doe je het aantal kilowatturen dat hij heeft gebruikt, keer de prijs per kilowattuur. En dan kom je uit op een waarde van 966 euro per jaar. Nou, dat is wat je ouders kwijt kunnen zijn in een jaar tijd. Tot zover de hele uitleg van de derde paragraaf. Je kunt nu alle vragen maken. En. Um, ik wens dus je veel succes daarbij en ik hoop dat je het allemaal goed begrepen hebt en dat je het snapt. Het is even zoeken misschien met die setjes, voor welke setjes moet je nou gebruiken. Ja, daar moet je even aan wennen. Um, maar verder is het denk ik goed te doen. Dus uh, veel succes.